Is dit het gevolg van een illegale straatrace? Bij een ongeluk met een Porsche in Loosdrecht is woensdagavond iemand zwaar gewond geraakt. De wagen reed met grote snelheid tegen de auto van het slachtoffer aan, een Toyota Aygo. En het vermoeden bestaat dat de Porsche-bestuurder meedeed aan zo'n illegale race. Het slachtoffer reed vanuit een uitrit de weg op. De Porsche 911 ging al heel hard en kon niet meer uitwijken. De klap was zo hard dat de Toyota 30 meter verderop tot stilstand kwam. En ook de Porsche raakte van de weg en raakte een betonnen paal en een boom. Er is dan ook niet veel meer van de auto over. De IGO-bestuurder moest uit zijn auto worden geknipt en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een paar uur bezig geweest met het onderzoek.